Hallo lieve vriendjes en vriendinnetjes. Wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuw avontuur van Puk. Ach, kijk nou. Puk zit helemaal alleen te spelen. Hij mist jullie heel erg. Puk speelt met de houten diertjes. Dat vinden jullie ook altijd zo leuk. Ik zie een aap, een olifant en een tijger. Waar kunnen we deze diertjes in het echt vinden? Juist in de dierentuin. Puk heeft me verteld dat hij een tijdje terug naar de dierentuin is geweest. Zijn jullie ook wel eens naar de dierentuin geweest? Puk wil jullie graag laten zien welke dieren hij daar heeft gespot. Kijken jullie mee? Dit dier is heel erg groot en heeft een lange slurf. Het is een. Olifant. Wie kan er een olifant nadoen met een hele lange slurf? Dit is een tijger. Dat zie je aan zijn oranje vacht met zwarte strepen. Kijk, ik zie een aap. Hij slingert met zijn lange armen van boom naar boom. Soms lijken jullie wel aapjes. Dan klimmen en klauteren jullie ook overal op. Dit dier lijkt een beetje op een paard. Maar dan is hij wit met zwarte strepen. Het is een. Zebra! De krokodil heeft een hele grote bek met scherpe tanden. Kunnen jullie met je armen een grote bek maken, net als een krokodil? Pas op hoor, anders bijt hij in je bil. Welk dier heeft twee bulten op zijn rug? Een kameel. Wie had als antwoord dromedaris? Mispoes! Een dromedaris heeft maar één bult. Dit is de koning van de dieren. De leeuw. Een leeuw kan hard brullen. Wie kan net zo hard brullen als een leeuw? Pucks zijn lievelingsdier heeft een hele lange nek en vlekjes over zijn hele lichaam. Het is een giraf. Wat hebben we vandaag veel geleerd over de dieren in de dierentuin? Nu heeft Puk iets leuks bedacht met klei. Doen jullie thuis gezellig mee? Wie geeft de krokodil scherpe tanden? En wie geeft de giraf haar lange nek? De tijger wil mooie snorharen. En de olifant wil zijn grote oren terug. Wie kan hen daarbij helpen? Laat papa of mama de kleikaarten uitprinten, dan kun je snel aan de slag. Veel plezier! Dag allemaal, tot snel.